Ja, wij zijn Benny en Karin Stevenink uit Hamme. Wij spelen tezamen met de Duiven sinds 1997 en met behoorlijk succes. Ja, hier zijn we beland bij het kweekhok. Dat bestaat uit 20 kweekkoppels. Voornamelijk dezelfde lijn. 80% van mijn kwekers zijn allemaal de lijn van Chipo. Chipo, hier, iedereen kent hem. Het is een hele tamme, vriendelijke duif die als jonge duif echt vroeg om zich te pakken en in te korven. En ze was dan ook eerste provinciale aasduif, de jonge duiven op de halve fond. Hier zijn we op het vlieghok van de duivers. Dus hier zitten 20 duivers die allen gespeeld worden tot 600 kilometer. De partner blijft steeds thuis. Dit is de Remont, eerste provinciale aasduif 2012. Een superduif die Bourse National, 9e Nationaal Bourse vloog. Dit is het vlieghok van de jonge duiven, tweede ronde. Die worden hier gespeeld in twee afdelingen voor duivers en voor de vinner. Nu zitten enkele duiven er nog op, die moeten nog verhuizen naar boven, naar het vlieghok van de duivers. Dit is Sun, de eerste nationaal aasduif grote halve fond, KWDB. Het is een inteeld de Vin, gekweekt uit een kleinkind Chipo, gekoppeld op een dochter Chipo. Zij heeft de eerste provinciaal La Souterraine, de derde provinciaal Argenton en de zevende provinciaal Châteauroux. En dan nog eens de 44e nationaal op Bourse. Dit is Krak. Krak is een zoon Chipo, zelf een hele goede vlieger, eerste provinciaal Bourse en derde nationaal aasduif en eerste provinciaal aasduif. De Krak is een hele goede vererver. Zoons en dochters van hem vliegen top nationaal, waaronder 19 nationaal Châteauroux, 51ste nationaal Argenton, 73ste, 81ste nationaal Châteauroux en 91ste nationaal Bourse. En voor de veiling heb ik uitzondering koppelingen gemaakt. Deze duif zit een jongen uit, samengekoppeld met de moeder van zijn vader, dus met de moeder van Chipo.
Nu hebben we de Seahawk 98. Is zo'n Chipo een nestbroer van Krak en was ook derde nationaal asduif. Hij heeft in zijn vliegcarrière 9 maal de eerste prijs gewonnen. Hij is ook een superverwerver. Zijn kinderen vliegen onder andere de 4e provinciaal Montluçon, de 6e provinciaal Bourges, de 9e provinciaal Châteauroux en de 13e en de 14e provinciaal La Souterraine. Voor de veiling heb ik ook iets speciaal gedaan en heb ik hem gekoppeld op zijn halfzus. Die halfzus is de moeder van Sun, de eerste nationaal asduif, grote halve vond.